Nee, het is wat in die man zijn hoofd is. We kennen de man. Hij had in zijn problemen binnen zijn partij een keertje beter gaan oplossen, maar ik voel me helemaal niet aangesproken. Er klopt er niks van. Ik zie Surinaamse broers en zusters. Ik heb een verantwoordelijkheid op mijn eigen ministerie om te kijken naar de kwaliteit van het managementteam. En ik heb een aantal mensen geëvalueerd. En na 6 maanden heb ik gewoon gemeend om een aantal vervangingen plaats te vinden. Dat is een heel normale managementcyclus als minister, hoofdverantwoordelijk voor beleid en politiek van het ministerie. Om gewoon te kijken hoe je functioneert goed en wie minder. En we hebben goede afspraken gemaakt met de mensen en gezegd, luister, je moet nu je positie toch beschikbaar stellen dat andere beter gekwalificeerde mensen leiding gaan geven aan een bepaalde belangrijke leidinggevende functies. Het is een beetje hard, het is tegen de cultuur van het Suriname, omdat altijd de chapoti mentaliteit overheerst. Bij mij niet. Ik heb een zakelijke instelling. We hebben goed gekeken hoe mensen functioneren en ik moet komend jaar een aantal prestaties neerleggen. De druk van die samenleving, ook vanuit mijn president, om gewoon dingen te realiseren. En daarvoor moet ik een aantal posities opnieuw invullen, helaas. Zeer zeker, zeer zeker. Ik heb nog een 2 of 3 taal te vervangen. Die ga ik dus rustig voorbereiden. En dan ben ik volledig nu goed geoutilleerd om met het team directie die ik nu heb een aantal resultaten echt te gaan op te pakken op dit ogenblik. Ja. Welke eisen stelt u voor de minister? Nou, in de eerste plaats, de mensen moeten goed gekwalificeerd zijn. Dus als we praten over onderwijskundige achtergrond, we kijken ook naar management skills, sociale skills, de mensen. Er moet ontzettend veel binnen de departementen worden samengewerkt. Maar ook met bijvoorbeeld stakeholders. En we kijken naar dat soort zaken. En ik kom aantreffen helaas een hele conflictueus directieteam. Mensen die met elkaar jaren niet kunnen werken. Mensen die zich op de achtergrond bijzonder bestrijden, er is geen werkoverleg. Nou, die cultuur zijn we langzaam aan het veranderen. En het is, ik kom uit Europa en ik ken mijn managementkwaliteiten. Dat mensen die, je kan natuurlijk als minister enorm veel tijd gebruiken om met ze te praten. Die fase heb ik gehad. En op een gegeven moment moet je dus uit een ander vaatje gaan tappen en zeggen, nou zakelijker kijken naar de mogelijkheden. En vervanging is niet een van de onbekende instrumenten. Mensen krijgen andere baan. We hebben een groot ministerie met enorm veel mogelijkheden. Ze gaan niet thuis zitten bij mij gratis. Men gaat voor de keuze worden gesteld. 2 tot 3 keer mag men nee zeggen. En daarna ga ik ze gewoon aanstellen in een andere positie. En die mensen moeten ruimte krijgen ook met de minister en de staf te praten over iets wat naar hun please. Want ik ga ook letten op wat ze willen doen. Maar de mensen krijgen allemaal rustig een andere plek op het ministerie. Ze zijn nu wel in inrichting voor wat u beoogt met het ministerie. Ze hoeven niet in inrichting te zijn. De minister bepaalt de lijn. Laten we het zo zeggen. Ik ben geen dictatortje zoals het wordt voorgeschreven. Maar op een gegeven moment moet de situationeel leiderschap tonen. En de mensen gaan voor de keuze worden gesteld. Van kijk, je gaat op een andere manier functioneren. In een andere functie. En dat bepalen wij, ja. En je krijgt de ruimte om je verhaal te maken. Maar het gaat in overleg vaak met de persoon. En dan mag je 1 of 2 keer weigeren voor die functie, maar de 3e keer ga ik wel zeggen, daar ga je. Ja,